Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Pas geleden hebben jullie gezien dat wij de motor van onze tank helemaal uit elkaar hebben gehaald. Om te kijken wat we allemaal moesten gaan repareren. Maar we hebben nog veel meer uit elkaar te halen. Want ja, dat ding staat hier nou zeg maar zonder koepel vol te regenen. En daarbinnenin zitten nog een heleboel componenten die we ook nog een beetje moeten gaan herstellen. Dus laten we misschien leegruimen. En kijken wat we nog meer tegenkomen. He, want we hebben al een kogel gevonden, maar misselijk wat er nog meer voor rommel in ligt. Dus laten we gauw beginnen. Dirk, ja? Weet je het zeker dat je daar wil beginnen? Ik zit al vast. Je loopt vast in je werkzaamheden. Ik kom al niet verder dan dit. Ja. Kijk, we hebben hier gewoon keiveel plek, zeg maar, om alles lekker los te schroeven. Maar Dirk die begint graag met het moeilijkste. En wij maar denken dat er twee van deze in zaten. Moet je hier nou kijken, joh. Nou snap ik waarom die tank zo groot is. Is het een hybride tank? Zo. Kijk. Zo. De bestuurdersstoel. Nou ja, wat er nog van over is. Nou, ik weet niet of een van de kijkers misschien nog zo'n ding heeft liggen. Deze die gaan we niet meer herstellen, denk ik. Ha, kijk hier. Press button when fighting compartment is on fire. Ja, het ziet er naar uit dat deze tank is uitgerust met een blusinstallatie. En alle rode leidingen die je ziet, die horen daarbij. Kijk, want er zitten ook van die nozzels, zie je dat? Die zitten overal. Wat is het eigenlijk? Je kan hiermee schieten. Zo de knetter, ja. Dit is een houder voor een machinegeweer. Kijk, daar, je ziet daar een puntje daar waar licht dan naar buiten of naar binnen schijnt. En ja, daar schoot hij dus langs naar buiten. Hier zat een machinegeweer in. Gratis diesel. De tank is nog niet leeg dus. Daar zit echt veel in. Dank u wel, Saddam, voor deze diesel. Zo, zie hoe snel die... Oh. Zie hoe snel die vol loopt. Ja, ik zie het. Wie had dat maar nog gedacht? Gewoon de graafmachine tanken op kosten van Saddam. Je zou het niet zeggen, maar hier onder die hoop roest zitten nog boutjes. Oorspronkelijk was het sleutelwaait 14, maar dat is het al lang niet meer. Ik begin met 13. 12 kant. Ja hoor, nou daar ruimt op. Kijk eens jongens. Klein geld. Kijk eens. Ja, dit is een rotator, zie je dat? Ja, er komen allemaal kabels uit. Dit ding kan mee draaien zo. En dan draait mee samen met de koepel. Ja, dit zijn alle kabels die daar naartoe lopen. Nou, die rotator weg is, hebben we meteen goed zicht op de torsieveren. Kijk, hier liggen ze. Die stangen die je hier ziet liggen. Kijk, als het daar zit die vast. Dan loopt hij helemaal naar de andere kant en dan gaat hij naar buiten. En daar zit zeg maar die draagarm waar het wiel aan zit. Dus eigenlijk als die tank moet veren, dan wordt die stang zo getorst. Ja, en deze die is van de andere kant, hè, zie je, die gaat daar naar buiten. Hier zit een brandstoftank. En die zit gewoon bomvol met zand. Dat was hem. We zijn er nog niet, want daarvoor zitten nog twee sneaky brandstoftanks. Wat ben je aan het doen, Dirk? Ja, ze hebben dat vul open ding hebben ze gevuld met beton, zodat er geen brandstof uit of in kan, denk ik. Maar ja, het lijkt er wel op inderdaad. Het zit flink vast. We hebben het achter ook al gezien.
Er zit gewoon een hele mop met beton zit daartussen. Snappa! Zo. Dat is al wel een zware tank size, hè? Hallo! Wat een verzameling aan brandstoftanks. Echt niet normaal. Dit is waar de granaten in zaten. En je ziet, dat is gewoon een brandstoftank. Ja, dat is natuurlijk wel super efficiënt met de ruimte. Ze hebben gewoon alle ruimte tussen die granaten hebben ze opgevuld met brandstof. Maar dat is schijnbaar niet het enige. Maar blijkbaar helpt die brandstof rond die granaten ook nog te voorkomen dat ze zouden ontploffen op het moment dat dit getroffen wordt. Dus hoe dat nou helemaal precies zit, dat weet ik niet. Maar misschien weet wel een van de kijkers daar. Dan mag je het onder in de comments zetten, hè? Hoe dat precies zit. Huppatee. De standkachel. Ja, die is niet alleen om het hier binnen lekker warm te maken. Kijk, hier zit een waterpomp op. En die verwarmt het koelwater naar de motor. En er zit achterin zit een tank waar dat ook nog een warmtewisselaar in zit waar de motorolie doorheen gaat. Dus deze moet je van tevoren opstarten als je die grote motor wil starten. De laatste eindjes van de kabelboom. Het zijn allemaal losse kabeltjes, dus we bundelen die eventjes zo. Kijk, want dan weten we dadelijk tenminste nog waar dat ze bij elkaar zaten. Ja, dat wordt een nog moeilijkere puzzel. Het zal al moeilijk genoeg worden. Wat is dat? Dat is om te sturen. Te bekrachtigen. Ja. Kijk aan, joh. Oeh, de bedieningshendels. Zo. Versnellingspook. Stuurhendels. Kijk, het gaat allemaal zo met die stangen naar achteren. Zo, klaar. Nou het motorruim en de buitenkant nog. Zo. Ja. Hier zit weer zo'nzelfde koppeling als bij de motor. Zie je, met zo'n mof, met hier van die tandwielen. Maar deze heeft gelukkig een paar boutjes waar je mee eraf kan drukken, dus dat scheelt wel. Nou, de versnellingsbak is bijna los. We hebben deze koppeling netjes los. Alleen, nou zitten daar dus zeg maar nog een paar van die koppelingen. Kijk, die gaan naar de eindvertragingen. Daar zit er nog één. En die willen minder goed schuiven. Of niet, Erik? Nee, die hebben er geen zin in. Maar, ze moeten ze zullen wel moeten. We hebben het bedacht hoe het moet. Ja. We kunnen ze daar met een paar van die boutjes zeg maar, die daar zitten. Die kunnen we ze er afdrukken eigenlijk. Kijk, dan draaien we die plaat naar buiten. En dan zetten we de spanning op. En als ik dan hier ga wiebelen, zeg maar. Daar. Ja, dan beweegt het. Maar nou moet ik nog even slaan zo. Ja. Zo toppen wij maar aan. Ja, maar of niet, Erik. Net was de maat schroevendraaien. En nu nog steeds, dus. Dan zit hij nog steeds vast. Het gaat goed. Ik leg even de camera weg en dan kom ik weer mee helpen. Nou, ik kan er tussendoor kijken hoor. Dan is hij los. Ook weer goed op. Er zijn een hele bussen WD-40 erin gegaan om dit allemaal te demonteren. Maar we hebben net even een leveringetje gehad. Eens kijken. Boah! Een heel vat WD-40. Oh, kijk eens aan. Oeh. En ik maar denken dat er maar één soort WD-40 was. Contactspray. We hebben een heleboel, joh. Hey, snijolie, ook al. Superkruipolie. Die hebben wij nodig, denk ik. Aha! Voor in de bar.
Ben je aan het tuinieren, Dirk? Ja, ik heb een nieuwe baan gevonden. Wat een geweldige job is dit, zeg. Ja, verrotte tanks uitgraven. Ik hou ervan. Deze kent iedereen al natuurlijk, om vastgeroeste bouten los te maken. Alleen dit is een multi-use product. Maar, nou hebben ze dus van WD-40 ook nog gewoon echte kruipolie. Wow. Niet zomaar kruipolie, super kruipolie. Nou, ik denk dat die moeren nou wel los zullen gaan. Laten we eens kijken. Eet jij ook eens een beetje van dat, dan ga je sneller van werken. Nee. De kruipolie. Kruipen. Ja, precies. Kijk of dat makkelijker losgaat. Deze draait nou niet meer zwaar. Bandremmen. Zo. Brandlussers. Hoe meer je er vanaf slijpt, hoe beter die eruit komt te zien. Ons luik wil niet meer bewegen. Je moet eigenlijk draaien. Nou, de laatste onderdelen zijn eraf. Het luik is eraf. Hij is helemaal leeggeruimd. Nou, alleen nog maar de rupsbanden eraf. En dan is hij klaar om te zandstralen. Maar daar gaan we volgende keer mee verder. Hey mensen, vergeet niet te abonneren. Want dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. En jullie, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.